Voorzitter, heel veel mensen in het land die maken zich zorgen om wat de overheid doet met hun gegevens. Wat weet de overheid eigenlijk van mij? Wat wordt er allemaal over mij opgeslagen? Met wie wordt dat eigenlijk gedeeld? Welke besluiten worden er over mij genomen op grond van die informatie? Word ik op grond van een risicomodel of algoritme als risico gezien of misschien gediscrimineerd? Of word ik op basis van bepaalde gegevens misschien zelfs als fraudeur aangemerkt. Voorzitter, de toeslagenmisdaad, Syrie, de zwarte lijsten bij de Belastingdienst die met allerlei partijen werden gedeeld, de boetes die de autoriteit persoonsgegevens moet uitdelen aan overheidsdiensten omdat ze zich niet aan de wet houden bij de verwerking van persoonsgegevens, maakt duidelijk dat die zorgen dat dat geen doemscenario is, maar vaak de bittere realiteit en soms zelfs bewust beleid. En voorzitter, het is een van de belangrijkste doelstellingen van DENK om mensen hiertegen te beschermen. Om ervoor te zorgen dat niemand op basis van een algoritme of verwerking van persoonsgegevens wordt gediscrimineerd of gedupeerd. En voorzitter, Met die blik kijken wij ook naar het wetsvoorstel van vandaag. Een wetsvoorstel dat inderdaad, er is net terecht naar verwezen. Voortkomt uit de ministeriële commissie fraude uit 2014. En dan gaan bij Denk toch echt wel de alarmbelletjes rinkelen, moet ik u eerlijk zeggen. Een wetsvoorstel dat de regering de bevoegdheid geeft om op basis van algoritmes en risicomodellen de registratie van mensen te controleren en risico's op fraude in te schatten. Een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat er allerlei persoonsgegevens met de minister gedeeld kunnen worden om profielen op te stellen op basis waarvan mensen worden geselecteerd. En voorzitter, dat soort zaken leiden bij denk tot grote zorgen. Want het zijn vaak onze mensen die hiervan de dupe zijn. Niet de mensen uit de rijkere gemeentes, niet de mensen uit de goede wijken. Het zijn vaak onze mensen die hiervan de dupe zijn.